Wat is een dijkgraaf? Ja, de dijkgraaf is eigenlijk de burgemeester van het waterschap. De burgemeester die zit een algemene vergadering van de raad voor. We hebben ook een gekozen raad bij het waterschap. Daarom kies je ook 20 maart voor die raad. En je hebt ook een college, net als bij een gemeente. Dat heet bij ons het dagelijks bestuur. En dat zit ik ook voor. Dus ik zorg ervoor dat de gekozenen samen besluiten nemen over wat wij met de waterbelasting gaan doen. Heb ik die kieswijze gevolgd en daar kwam ik vragen in tegen wat de burger helemaal niks zegt, maar wat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld moeten we alleen om het water weg, maar moeten we ook de wandelpaden ernaast onderhouden. Kunt u wat taken noemen die u belangrijk vindt van het waterschap? Nou, waar deze verkiezingen nu heel erg over gaan, waterschappen zijn natuurlijk voor dijken, voor voldoende water en voor schoon water. Maar wat nu heel erg speelt met de verandering in ons klimaat, moet het waterschap ook meehelpen om bijvoorbeeld de gemeente Stichtse Vecht anders in te richten, klimaatbestendig te maken. Zodat je die zware buien beter kan opvangen, hè, sponswerking, minder last hebt van hitte in de zomer, meer zoetwatervoorraad hebt. Dat is een taak die kan het waterschap bij helpen. Maar ja, het is misschien ook niet meteen een kerntaak. En de politieke partijen die kijken daar verschillend naar. Een andere vraag is bijvoorbeeld, we hebben nu last van microverontreinigingen, eigenlijk medicijnresten en microplastics. Als je die uit het water wil halen met onze zuiveringen voor het schone water, dan kost dat extra geld, dan gaat het tarief omhoog. Dus de partijen kiezen ervoor om dat al dan niet te gaan doen. En of je dat overal moet doen, of op sommige plekken wel en op andere plekken niet, dat is ook een thema. En een ander onderwerp wat veel speelt nu is wat we gaan doen de komende jaren met alle veenweidegebieden. Die gebieden zakken. Moeten we nou iets gaan doen met dat peil om die zakking tegen te gaan? Of moeten we vooral zorgen dat het zo blijft als het is? Ook daar kijken verschillende partijen heel anders naar. Even een tussenvraag. Stichtse Vecht kent twee waterschappen. Hoe zit dat? Ja, de grens van mijn waterschap, Amstelgooi en Vecht, en het waterschap Stichtse Rijnlanden, die loopt door de gemeente Stichtse Vecht heen. En daardoor is een deel van de gemeente stemt voor de Stichtse Rijnlanden en een deel stemt voor Amstelgooi en Vecht. Nou was er ook discussie, en die komt denk ik elke verkiezing naar boven, moeten die taken van het waterschap niet gewoon naar de provincie gaan? Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat niet zo gewoon, want het is namelijk heel belangrijk dat je als je in een land woont zoals Nederland, waar je voor 2/3 als je niks doet onder water loopt, dan is het goed dat je een aparte waterbelasting hebt waarmee je de veiligheid en voldoende water en schoon water kan regelen. Daarna kan je met de andere gelden die je uit belastingen ophaalt andere dingen doen. En vanwege die aparte waterbelasting zijn er verkiezingen, want u moet die belasting betalen, dus u mag ook bepalen wat wij met die belasting doen. En daarom zijn die verkiezingen juist heel erg belangrijk.